Yveske, de kledingwinkel. Ongeveer 2,5 jaar geleden ging de winkel waar mijn moeder altijd heeft gewerkt, die ging stoppen. Dus zij wist eigenlijk niet wat ze moest gaan doen. En ja, ik wist eigenlijk ook niet precies wat voor baan ik wilde. Toen hebben we besloten om dit samen te beginnen. Ja, de locatie, ja, voor ons was het vanzelfsprekend om in Heerlen te beginnen. Want ja, mijn moeder heeft altijd in een kledingwinkel in Heerlen gewerkt en natuurlijk ook een grote klantenkring opgebouwd. Heerlen is toch wel de stad waar we altijd naartoe gingen ook om te winkelen. Dus dat was wel vanzelfsprekend. Ja, verder hebben we gewoon een beetje gekeken welke panden er op rij stonden. En zo zijn we eigenlijk hier terechtgekomen. En het was eigenlijk, we liepen hier binnen en mijn moeder vooral, die was meteen verliefd. We hebben gewoon ieder onze eigen functie. Kelian, zij doet alles achter de schermen, de administratie, het bestellen. Nou, dan heb je Lois, de jongste dochter, die doet alles met Facebook, de selfies. Zij is ons model. En dan hebben we Suzanne, dat is een hele goede vriendin van mij, die werkt bij ons. Ik ben juist de creatieve. Ik hou van het combineren, de winkel aankleden, het etaleren. Dat is mijn passie.